Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Met lastige omstandigheden vanmiddag in de topper tussen DVS 33 en Noordwijk. Ja, we zullen zien hoe de wind gaat waaien, Piet. En dat hij al groots aanwezig is, dat is duidelijk. Maar welke rol die gaat spelen, dat zien we straks. Hoor, de wind waait door de bomen, maar als de bal maar tussen die palen valt. En dan wel achter die keeper van Noordwijk, hè? Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Kijk, aanvallend heb je er voordeel van dat je natuurlijk van afstand natuurlijk het een en ander kan proberen. Verdedigend kun je er last van hebben op het moment dat je onder druk komt te staan en je wilt die bal even lekker wegleggen. Dat lukt natuurlijk niet. Maar ja, goed, we zullen zien wie het beste met de omstandigheden omgaat vanmiddag. Vannacht werd ik wakker, dat heb ik al vaker vrijdagsnachts. En denk, oh, wat zal ik nou weer eens over hebben. Maar het gaat over mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar wat voor mogelijkheden zijn er vanmiddag tegen Noordwijk? Nou, heel veel. Ik bedoel, we hebben respect voor de ploeg Noordwijk, maar we weten ook dat ze te pakken zijn op bepaalde elementen. Dus er zijn veel mogelijkheden, omdat wij zelf ook een hele goede ploeg hebben. Dus alleen die mogelijkheden, die moet je ervaren, die moet je herkennen en uiteindelijk wat mee doen. En de onmogelijkheden moet je zo snel mogelijk van je afwerpen? Ja, vind ik wel. En zeker in deze wedstrijd ga je ook merken dat er ook dingen niet lukken. En als je dat snel van je afzet en mentaal meteen weer voor het volgende moment klaarstaat, dan zul je zien dat je één doelstelling die je wil waarmaken, die ga je realiseren. En daar moet je gewoon voor gaan. Heb jij nou voor jezelf ook een beetje een coachingsplan? Hoe ga je je opstellen? Of laat je dat afhangen van de wedstrijd? Ja, soms ben je er heel close en zit je er enorm bovenop. En soms ben je ook heel erg rustig. Ja, dat is een beetje hoe het verloop van de wedstrijd is natuurlijk. Maar als je op dit moment nog meer druk op de groep gaat leggen dan dat er al is, dan is het niet handig. Dus je moet observeren, kijken wat er gebeurt, spelers helpen. En ik denk dat ze mij überhaupt misschien in hun leven niet nodig hebben. Maar in dit geval, in deze wedstrijd, denk ik dat ze het heel erg goed gaan doen. Zelf de oplossing heus wel weten te vinden. Alleen het gaat erom dat je als coach zijnde gaat kijken waar het pijn gaat doen. Dat je ze daarbij gaat helpen, dat je ze van tevoren daarop wijst. En dan zie je zelf wel hoe de wedstrijd loopt. Ik heb donderdagavond gekeken naar de training en het viel me op dat het ongeveer zoals tegen Quick Boys staat. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk tegen de Dijk hebben we eigenlijk ook zo gespeeld en daar gaan we gewoon mee door. Dus dat is nu even de speelstijl voor dit moment. Ja, daarnaast heb je ook donderdagavond gezien, we hebben natuurlijk niet alleen plan A, maar ook nog plan B. Dus we kunnen heel eind komen vanmiddag. We hoeven het dus niet over de opstelling te hebben, want dat weet iedereen nu, hè? Dat is dezelfde inderdaad, ja. Oké, heel veel succes namens alle DVS TV-ploeg en de rest van de supporters. En de wedstrijd is van start. TVS tegen Noordwijk. De kraker in de derde divisie vanmiddag. Goed storen daar van Benjamin Roemion. Sofian Moreau. Balletje tussendoor op Benjamin Roemion. Komt net niet aan. Huus die goed doorjaagt. Kijk eens. Oh, daar wordt Pilon neergelegd. Zo. Scheidsrechter. Nou, dit was daadwerkelijk volgens mij wel een overtreding, hoor. In ieder geval goed druk gezet van DVS. Ja. Kort op de bal. Pilon, zit hij daartussen? Ja. Pilon. Net niet. Dat is net slim duwtje. Hè? Dat gaat gevaarlijk worden. Oh, ik zeg altijd 100 van Zukken. Dat was Atsjefai. Maar de bal verre inwerp door Frank van den Burg naar Benjamin Roemion. De dubbele man. Dekking geeft toch de voorzet. Pilon. De bal blijft gek hangen. Sofian Moreau. In duel daar. Wint dat duel. Schiet ook prachtig binnen. En hensbal. Nou, we hebben de scheidsrechter nog niet helemaal mee vandaag. Smit, die is niet echt in het voordeel geweest nog van DVS. Maar dit was echt zo'n moment om de score te openen. Sofian Moreau op Benjamin Roemion houdt die bal keurig binnen. Gaat de voorzet geven. Sofian Moreau nu wel! Niet! Ik was al iets te enthousiast. Komt die bal. Eerste paal Roel de Vries die wegkopt. DVS die eraf moet. Benjamin Roemion die nu versnelt. Kijk eens. Keurig. Hij mag door. Oliver Pilon gaat een man tegenkomen.
gaat schieten. Oh, jammer zeg. Goed gekiept ook. Ja, misschien niet helemaal voluit geraakt. Dat hebben we nodig. En de uitwedstrijd, een paar ketsers van DVS. Zou lekker zijn als Noordwijk, zoals nu, Asjefaj zich laat verrassen. Soufiane Moreau. Benjamin Roumillon. Oh, jammer. De derde mogelijkheid voor DVS. Dat is een vrije trap. Na een half uur spelen is dit de vrije trap. Die gaat op de goal gekopt worden. Die gaat geschoten worden. Paul Epping. Een scrimmage weggekopt door Roald de Vries. Op de vuisten van Paul Epping. Ja. Goeie redding. Lekker zo'n countertje. Kijk eens, aan deze kant moet hij. Hij moet door, hij is door. Oktay Öztürk aan de linkerkant van het veld. Gaat naar binnen toe, gaat schieten denk ik. Gaat schieten. Ja. Oh, goed geschoten hoor, jammer. Op zo'n counter, hé. Zou toch gebeuren dat je zomaar scoort? Soufiane Moreau gaat schieten. Je voelt het aankomen. Weer op de vuisten van die keeper Rommeltap. Die bal viel zo mooi naar beneden. Goeie redding hoor. Goeie redding van de keeper, ja inderdaad. Ja. Zo'n leuke wedstrijd hoor. André. Ja, ik ook. Ja. Keurig geschoten. Goeie aanname. Benjamin Roumillon. Over de goal geschoten. Ja, denk ik de vijfde kans. We hebben best wel wat momenten. Schietkansen, momenten, mogelijkheden noem ik het. Een paar echt ook wel goed op goal, maar... Deze treft dan weer net niet het doel. Zo, ook handig hoor. Die jongen die naar Sparta gaat. Denzel James. Op de bal. Keurige tackle op de bal. Maar die is ook zo rap. Het lijkt erop alsof de wind iets minder waait dan... Net, ja. Kijk eens lekker in swinger. Ja, van de Leijgaard, Tjeerd Westdijk. Ja. Gaat hem indraaien. Dat is Hens. Nu is het wel Hens. Maar voordeel gegeven. Hey, ja, die bal is goed. Soufiane Moreau. Benjamin Roumillon. Goeie voorzet. Nee, iets te kort. Hey. Nee, op de schouder. Oktay Öztürk. Oeh. Nou. Soufiane Moreau met Denzel. Snijdt daar goed naar binnen. Andere kant is gevaarlijk. Dit gaat waarschijnlijk een gevaarlijke mogelijkheid zo makkelijk te voorbij. Gaat schieten. Van richting verandert. Die bal valt erin. Wat een vreselijke, jammer situatie. Via de rug van de verdediger komt Noordwijk hier op voorsprong. Scoren geopend, 0-1. Ja, het was Roald de Vries die iets risico nam om uit te stappen. Hij moest misschien ook wel, maar werd uitgespeeld. Bal aangeraakt. En Noordwijk komt in de 54ste minuut op een 1-0 voorsprong. Asjefaj, doelpunt te maken. Potverdorie. 2-0. 2-0. En wie anders dan Nick van Staveren die scoort. Dat is een harde klap. Dat is een harde klap voor DVS. Goed uitgespeeld kans. Nick van Staveren brengt hier in de 61ste minuut, 62ste minuut moet ik zeggen, de stand op. Op 0-2. Ja, het is weer Sabir Asjefaj die een belangrijke rol speelt bij deze goal. Het overzicht bewaart. En een pan klaar neerlegt voor Nick van Staveren. Die hem ook gewoon onberispelijk binnenschiet. Nu dan. Oliver Pilon. Oh, die keeper. Roy Rondeltap. Die pakt die bal weer goed. Hij nam hem uitstekend mee, Pilon. Zo. Maar dit was een belangrijke redding van Rondeltap. Bal naar voren. Paul zoeken. Dit is een hele gemeene overtreding. Maar dan trap je Barry Powell de wedstrijd uit. Ja, die gaat rood krijgen. Nee, geel. Hey, aanzitten aan de scheidsrechter.
Nee, maar die nummer 17 had al, geel. Ja, die krijgt rood. Als het goed is, tenminste. Nee, dat is de andere. Ja, toch wel. Maar ik meer bezorgd om ja, maar Tjeerd Westdijk. Dat, ja. Lange bal richting Barry Powell. Barry Powell legt een bal klaar. Benjamin de Roemejong moet scoren. Wat een vreselijke keeper hebben ze daar. En nu ligt er wel in. Kijk, pak die bal. Aansluitingstreffer DVS. Kom op, publiek. Moedig je ploeg aan. Die muur staat wel dichtbij. Ja, staat dichtbij. Staat heel dichtbij. Kijk, dan schiet je ook in de muur. Niet geraakt hoor. Nee. Hij heeft geel. Hij heeft al geel. Onhandig. Ja, dan gaat Sofia Moro die gaat ook het veld verlaten. Beetje lomp doorgegaan in zijn gele kaart. En daar fluit de scheidsrechter voor het laatst. Noordwijk wint hier van DVS met 1-2. En dat is zuur voor DVS. Het wordt 9 punten. En dat is heel erg jammer. We kunnen nog naar de periode kijken, André. Ja, en daar is nog zeker wat in te halen. Absoluut. We hebben dan nog een aantal wedstrijden. Volgende week om 6 uur de uitwedstrijd bij Achilles. Daarna spelen we thuis tegen Tovo. We gaan weer vrolijk verder. En dan Hoek, volgens mij, een weekje vrij. En dan staat de derby thuis tegen VVUG. Dus nog een aantal mooie wedstrijden. We bedanken jullie allemaal voor het kijken. Vrij vlot naar deze topper tussen DVS 33 en Noordwijk. Natuurlijk, je zit nog vol adrenaline en emotie. Bert, jouw verhaal van deze wedstrijd. Goh, ja, ik denk dat in de eerste helft denk dat de krachten gelijk waren in het veld. Wij spelen ons spelletje, zij spelen hun spelletje. Waarbij ik uiteindelijk vind dat wij de meeste kansen hebben. Lees afstandsschoten die heel gevaarlijk waren. Onterecht doelpunt wat afgekeurd wordt. Natuurlijk belachelijk. 3 van Noordwijk tegen de kleinste van het veld van ons. Fluit hij tegen. Maar goed, dat zat even niet mee. En in de tweede helft denk ik dat we gaan op jacht naar de overwinning. En zij worden in het zadel geholpen natuurlijk met een verrichting veranderd schot. Ja, daarna hebben we volgens mij nog genoeg kansen en mogelijkheden gehad om op 1-1 te komen. Doen we niet. Zij maken uit een prima counter de 0-2. Maar ja, goed, weet je, dan de groep gaat toch zijn rug rechten. We forceren en dwingen die 1-2 af. Ja, en daarna heb je natuurlijk echt grote kansen nog gehad om die 2-2 te maken. En daar had de groep ook absoluut recht op. Ja, dat is het enige wat je ploeg kan verwijten. Ze hebben voor de rest natuurlijk gestreden voor wat ze waard waren. En hebben voor een waar spektakel gezorgd samen met Noordwijk. Ja, dat wel. Ik vond niet dat wij... wij hadden wel meer kansen in de tweede helft. Maar ik vond wel dat Noordwijk probeerde met allerlei middeltjes natuurlijk tot de grens op te zoeken. En dat deden ze gewoon hartstikke goed. Alleen wij waren voor de goal net niet even scherp genoeg of resoluut genoeg om dat verschil te maken. Maar ik vind, normaal gesproken moet je zeggen, bij een 1-2 nederlaag, dan zijn zij de terechte winnaar. Maar dat ervaar ik absoluut niet zo. Nee, en sommige spelers van DVS 33 hadden ook knap veel moeite met de scheidsrechter. Jij ook een beetje? Ja, jij mag dat zeggen. Als trainer mag je nooit wat zeggen over de arbitrage. Maar laat ik het zo zeggen dat er wat discussiemomentjes waren. En die heeft hij anders gezien dan dat wij het zien. En dat is jammer. Dat had ons kunnen helpen. Dat kan je net dat setje geven. Maar dan nog, ook zonder de scheidsrechter hadden wij zelf die kansen moeten benutten. We hebben die mogelijkheden gehad. Jammer. Ik vind de groep heeft heel veel goed gedaan. En ik denk dat de gelukkigste vandaag gewonnen heeft. Inderdaad, een hele goede analyse, Bert. Succes de volgende wedstrijd tegen Achilles en dan weer borst vooruit. Ja, we hebben de slag verloren, maar niet de oorlog. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, V
VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.